Hey, jullie daar. Ja, nou welkom bij deze nieuwe vlog. Ja. Ik zou zeggen alvast top dat jullie weer kijken. Daar word ik heel vrolijk van. Ja. Ook dat weer. En ik laat eventjes wat anders zien. Zo leuk. Ja, dat is zo leuk. Er ligt eentje hier. Eentje ligt daar. Eentje ligt hier. Nee, is er niet nodig niet. Is er niet nodig niet? Nee. Nee, vuurwerk, dat vinden ze helemaal niks. Nee. Maar ik ben dus nu alweer bezig met een vlog in elkaar aan het zetten. Ja. Dus ik ben nog even weer bezig. En dan, ja, ik ben net nog eventjes bij de Albert Heijn geweest. Even nog wat dingen gehaald. Straks even koken, aardappeltjes schillen, aardappeltjes, patjes doen in schijfjes. En dan gaan we straks weer lekker eten. Totdat de grote Big Boss weer zo meteen thuis komt. Ja. Die zit lekker daar. Ja, die zit lekker daar. Ja, dus nee, kijk, ik ben nou dus druk bezig met editen. Editen, weet ik veel hoe je dat allemaal maar mag noemen. Ik vind het helemaal gezellig, helemaal prima. Dus ja, en deze hebben jullie dan alweer gezien. Ja. En eerder op de dag hebben we ook nog weer gelopen met de hondjes. Dus ja. Ja, en zoals jullie zien, is dit even weer opgenomen vanuit een hele andere omgeving. Ja, dat kan kloppen. Ja. Ik zit nou even lekker in mijn vakantiehuisje. Ja. En met dokkies erbij. Ja. Kijk, dokkie, 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 dokkie. Een beetje donker hier. Ja. Ik zie geen ene rommels hier. Nee. Nou, daar zit. En daar ligt Lady. Dan hebben we daar nog eentje liggen. En dan hebben we hier nog eentje liggen. Het is daar een cirkel. Het is een beetje donker. Maar ach ja, maakt helemaal niet uit. Dat mag weer de pret niet drukken. Dus ik ben nog net eventjes bij de Albert Heijn geweest. En ik ga zo meteen even aardappeltjes schillen. Misschien dat ik jullie daar nog wel even in meeneem. Ja, even lekker koken. Dat wordt gedaan. Dus dat scheelt. Oh ja, en binnenkort. Ik bewaar trouwens al mijn bloopers nu, tegenwoordig. Dus al mijn bloopers, die komt ook volgend jaar ergens. Weet ik veel waar. Ik moet nog even sparen. Maar die komt ook nog ergens volgend jaar online. Dus dan kunnen jullie ook lachen. Dat is leuk. Bloopers. Bewaren, dat is leuk. Ja, hè. Ik moest even kijken hoe de camera moest. Maar ik heb het nou gevonden. Ik ben dus nu even aardappeltjes aan het schillen. Want we eten vanavond aardappeltje anders. Ja. Dus, en ik hoef alleen maar de aardappeltjes te schillen. En lekker even aan de kook doen. Dus dat ga ik ook even lekker doen. En dan even kijken hoe we het gaan eten. Wat we gaan eten. Ja, hoe, wat. Wat weet ik al. Maar. Hij kan lekker koken, mijn andere ventje. Ja. En ik hou ontiegelijk veel van hem. Als vrienden zijnde. Ja, ik hou van hem. Dat weet hij. Scheelt. Ja. Dus. Maar wat hebben jullie in de afgelopen paar weken, een paar dagen gegeten? Ja. Helaas kan ik nou niet heel veel laten zien. Dus ja, maar dat hebben jullie wel denk ik een beetje in de gaten. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Er is elke dag een vlog online. Gaat het niet over mij, gaat het wel over mijn diertjes. En mijn diertjes en die zijn belangrijk. En ook dat weten jullie. Dus ja. Dus ja, hè. Eén aardappeltje heb ik alweer gedaan. Gaat hard, gaat lekker snel. Dus. Maar wie van jullie doen eigenlijk nog meer boodschappen bij de Jumbo? Van wie van jullie let daar altijd op de datum van vandaag of een datum van eerder die week of van die maand eerder? Want als je daar wat meer op gaat letten, kan je gratis boodschappen krijgen. Nee, meenemen. Hè? Dan krijg ik jeuk in mijn neus. Ja, dat is niet fijn. Nee. Dus. Maar dat vind ik wel even grappig om te weten. Grappig, leuk. Hoe je het bent of verkeerd, ik vind het leuk.
Ja, jullie stonden net eventjes op een hele onmogelijke plek. Daar kon ik niet echt lekker staan. Moest ik echt een beetje bukken. Dus nee, dat werkt niet. Dus ik heb jullie nu eventjes bovenop een koelkast gestalleerd. Ja, neergezet. En dat gaat dan een stukje beter, moet ik zeggen. Ja, vele malen beter. Dus ja, en ik kan toch even vloggen. Ja, lekker in mijn vakantiehuisje, eventjes tot rust komen. Zo even lekker. Van de sleur en pleur in mijn eigen wijk. Daar word ik ook niet echt helemaal vrolijk van. Nee. Maar ja, ik had afgelopen maart van dit jaar had ik een husky. Ja, genaamd Fly. Maar ik heb dus een heel ander verhaal opgebracht over de woningstichting en blablabla, dat die er waren. Nee, dat was dus niet zo. Het waren gewoon twee alfa's tegenover elkaar en dat gaat gewoon niet. En mijn meisje Lady de kennende, ja. Als ik al continu iemand wakker moet bellen van, joh, luister, dit gaat niet, alsjeblieft help. Ja, dan kan je beter gaan kijken voor een ander huisje. En dat heb ik dus ook gedaan. Maar ja, ik had zoiets van, ja, weet je, niemand die gelooft mij. En dat gelooft iedereen wel. Maar ja, iedereen die is er weer mee gaan bemoeien en dat werkt ook niet. Dus ja, dan kan je beter eventjes de waarheid boven tafel pleuren. Dan maar op internet. Want dat kun je toch niet meer veranderen. Nee. Dus iedereen is boos op mij geweest. Logisch. Want ja, ik was niet echt helemaal eerlijk. Dus en nou ben ik eerlijk. Ja. Ik ben er ook niet altijd even trots op. Dat, ja, dat ik niet altijd even eerlijk ben geweest. Maar ja, om mij dan al gelijk te gaan negeren en dat ik maar moet nadenken, et cetera. Ja, dat schiet ook niet op. Dan heb ik zoiets van, ja, praat gewoon, want dan kom je eruit. En ik kan niet tegen ruzies. Echt gewoon, ik kan daar niet tegen. En je hoeft niet in de beste vriendinnen te zijn of de beste buren te zijn. Echt niet, maar praat met elkaar. Met praten los je een hoop dingen mee op. Echt, en ik meen het. Ruzies werkt niet. Ook al vertelt iemand het ene verhaal en die andere vertelt het andere verhaal. Vraag het na. Ja, oké, ik ben nou ook niet echt helemaal eerlijk geweest over mijn andere hondje. Ja, oké, die mis ik nog dag en nacht, tuurlijk. Want ja, ik ben niet iemand die zomaar een hond wegdoet. Echt niet. Maar gaat het niet. En ja, ik mis Fly nog echt elke dag. Ja, en ik zal ook eventjes een foto even Fly Hero in dingetje daarboven doen. Dus eventjes in het hoekje, dat jullie het zien. Maar dat ging gewoon niet. Het waren twee alfa's tegenover elkaar. Klaar. Ja. Kan er ook niks aan doen. Het is eenmaal zo. Maar vooral kort te maken. Nu heb ik een puppy. En dat gaat goed. En daar ben ik blij mee. Lady doet het ook onwijs goed. Want Loffie die is veel te vroeg weggegaan. En bij de mama eigenlijk vind ik zelf. Met zes weken en nog een paar dagen. Bijna 7 weken. Want op een maandag was ze 6 weken en een donderdag haalde ik erop. Dus 6 maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dus 6 weken en 3 dagen. Dus ja, dan vind ik dat nog wel een beetje behoorlijk vroeg. Maar daar ben ik. Ja, ik ben ook gelijk even aan het aardappelen wassen, schillen. Ja, aardappelen schillen in plaats wassen. Dus, ja. Maar ja, het maakt niet uit. En ik mis Fly nog echt elke dag. Er gaat geen dag voorbij dat ik aan hem niet aan hem denk. Ja, en ik dacht inderdaad dat het een mooie match zou zijn. Lady en Fly. Maar ja, helaas. Maar we kijken nou weer vooruit. We gaan niet meer achterom kijken, want dat ligt achter mij. Dat zouden meer mensen moeten doen.
Niet iedere keer achterom kijken. Nee, vooruit. Ook al heb je ruzie met je familie. Of heb je ruzie met je zus. Of met je broer. Kijk vooruit, mensen. Ga niet in het verleden liggen graven. Kijk uit en naar de kwaliteit van de mens. Van die vrouw, van die vriendin, oude vriendin, weet ik veel. Ik maak nu één klein misstapje met een hond. Ik denk, het gaat goed. Nee, dat gaat niet goed. Ik zorg voor gelijk direct voor een ander huisje. Ja, oké. Leugentje om best wil. Had ik niet moeten doen. Nee. Excuse me daarvoor. Maar ja. Dan zeg ik, we gaan gewoon weer verder. En ik heb het gezegd nu op internet, dus ja. En iedereen die kan mij daar nu op aanwijzen, afwijzen, maakt helemaal niet uit. Ik wil jullie weer heel graag bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe dat blauw duimpje omhoog. Vergeet absoluut dan ook niet te abonneren op mijn kanaal. Ja, het is gratis. En doe het belletje aan, dan blijf je op de hoogte. En een reactie achterlaten zou ik ook onwijs leuk vinden. Want dan krijg je ook automatisch een reactie weer terug van mij. Want zo hoort het vanzelf. Ja. Dus, dank jullie wel.